Wat is hoop? Dat proberen 100 professoren uit heel de wereld in 1000 woorden uit te leggen in de World Book of Hope. Wij hebben die obstakels nodig. Als ze er niet zijn, gaan we ze uitvinden en dan kunnen we daarover kruipen. Wauw, dat is hoop. Dat is wat hoop doet. Hoop is een combinatie van willpower en waypower. Ik wil dat er iets verandert en ik ga mij daar ook voor inzetten. Ik stel mezelf doelen, ik kom in actie, ik kom beweging. In die zin is hoop zoiets als optimisme met opgestroopte mouwen. Ik ga in actie komen. Het is niet van, het gaat ooit wel goed komen. Nee, ik ga ervoor zorgen dat het goed komt. Ik stel me een heel concreet doel en ik ga me daarvoor inzetten. En we stellen gelukkig vast dat een overgrote deel van de mensen zeer hoopvol is. Hoopvol zijn kan je leren. Het boek zit boordevol tips over hoe je hoopvoller kan worden, al wil de auteur het geen zelfhulpboek noemen. Hoop is geen morning after pill die je plots eens neemt van en nu heb ik hoop nodig en nu ga ik het gebruiken. Hoop is iets dat we onze kinderen leren, dat we in ons hele leven leren door veerkracht te ontwikkelen, door uit onze fouten te leren, door op een positieve manier naar ons verleden te kijken. Het is heel erg maakbaar, stuk voor stuk en dag voor dag. The World Book of Hope is het laatste deel van een trilogie. Na 3 boeken vindt Bormans het tijd om ook zelf even te herbronnen. Ik heb er 6 jaar op gestudeerd. 2 jaar over geluk, 2 jaar over liefde, 2 jaar over hoop. Ik kan nu tijd nemen om zelf een beetje gelukkig, liefdevol en hoopvol te zijn.